Welkom bij de laatste video in de serie instructievideo's over de SolarEdge Home batterij. In deze video laten we je zien hoe je de SolarEdge Home batterij veilig demonteert van een vloersteun. Voordat we beginnen willen we je erop wijzen dat alleen goed opgeleide technici en door SolarEdge gecertificeerd personeel de SolarEdge Energy Bank batterij mogen installeren en demonteren. Neem alle waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen in acht die op de batterij en in de handleiding zelf staan. Om de garantie op de batterij te behouden, mag het verwijderen van de batterij alleen worden uitgevoerd als SolarEdge hier specifiek instructies voor heeft gegeven. De instructies hebben ook betrekking op gevallen waarin de batterij beschadigd is en een speciale behandeling vereist is. Om de batterij te demonteren heb je het RMA-pakket nodig dat door SolarEdge Support wordt geleverd. Samen met het RMA-pakket heb je extra gereedschap nodig om de batterij te demonteren en veilig te behandelen. De eerste stap is het verwijderen van de batterij uit de omvormerinstellingen met behulp van Setup. Start Setup en scan de QR-code op de omvormer. Maak vervolgens verbinding met de omvormer door de aan-uit-P-schakelaar op de omvormer gedurende 2 seconden in de P-stand te zetten. Volg nu de instructies op het scherm tot u bij het scherm voor de inbedrijfstelling van de omvormer komt. Zodra je op het inbedrijfstellingsscherm bent, tik je op Apparaatbeheer. Tik dan op het SolarEdge Home batterijpakket. Veeg nu naar rechts op de batterij die je wilt verwijderen. Zoals je kan zien hebben we 2 batterijen geïnstalleerd op onze eerste omvormer. Tik op verwijderen en vervolgens op ja. Nu kan je zien dat we slechts 1 batterij hebben geïnstalleerd. We gaan over tot het fysiek verwijderen van de batterij. Schakel eerst de omvormer uit met de aan-uit-P schakelaar. Schakel de AC-voeding van de omvormer uit. Verwijder de kap van de batterij door de 2 schroeven los te draaien waarmee de kap aan de batterijbehuizing is bevestigd en maak de batterijkap los van de bovenste en onderste drukknoppen. Open het doorzichtig binnendeurtje en schakel de batterij aan de aan-uit-P schakelaar uit. Schakel nu de stroomonderbreker van de batterij uit. Maak alle met de batterij verbonden kabels los en verwijder ze uit de kabelgoot. Neem de zwarte rubberen strip en bevestig deze aan de onderkant van de batterij. Draai de 2 schroeven los waarmee de batterij aan de montagebeugel is bevestigd. Bevestig 4 handgrepen aan de bovenste en onderste schroefdraden van de handgreep. Terwijl je de batterij stabiliseert, gebruik je de lift om de batterij op te tillen en los te maken van de wandmontagebeugel. Maak de batterij aan de lift vast met ratels of andere bevestigingsriemen en breng de tilhulp iets naar achter en van de vloersteun af. Laat de lift zoveel mogelijk zakken. Zodra de batterij achter de RMA-verpakking is geplaatst, verwijder je de spanbanden en kantel je de batterij in de verpakking. Ten slotte sluit en beveilig je de verpakking en breng er eventueel vereiste etiketten op aan, zoals aangegeven in de verpakkingshandleiding. Voor meer informatie over de SolarEdge Home batterij, bezoek onze website en ons YouTube-kanaal.